Assalamu alaikum, goedenavond, dames en heren kijkers. Weer een nieuwe aflevering van Noordins Mokro Quiz, voetbalquiz, waarin we strijden om dit boek, Marokkaanse Trots. Een heel belangrijk boek, juist in deze context van de tijd. Als je kijkt wat er allemaal in Amerika afspeelt, maar ook in Nederland. Gisteren weer 15.000 mensen op de Dam, een paar dagen geleden 10.000 mensen. In Eindhoven 2000 mensen, Tilburg 1000 mensen. Overal waar er gedemonstreerd wordt, gaan mensen de straat op. Dat doen ze omdat ze onrecht meemaken, onrecht voelen. Dat hebben de jongens eigenlijk die in dit boek voorkomen ook meegemaakt. Stuk voor stuk op hun eigen manier. Dus dat is ook in de voetbalwereld. Het is toevallig dat we nu uit zijn gekomen en dat wat er in Amerika speelt, in Amerika speelt. Nee, wat Vincent Schildkamp van Fox Sports ook terecht zei. En daar was ik blij mee dat hij dat zei. Juist in deze tijd zou je dit boek moeten lezen. Dat staat ook los van voetbal. Dit zijn echt persoonlijke maatschappelijke verhalen die je leest. Dus ja, ik zou zeggen, ik koop alleen daarom het boek. Wij gaan zo spelen met, ja, ik denk, goede tegenstanders. Absoluut. Abdou Koulani, oud-politicus. Een van de beste debaters die ik ooit heb gezien. Scherp. Maar ook iemand die heel veel voetbalkennis heeft. Maar dat gaan we zien. Hij heeft natuurlijk vorige quiz, de eerste ronde had hij meteen een lastige trofee in Nordin, die uiteindelijk het toernooi won. Dus ik denk dat we nu veel meer van hem gaan zien. En dan zijn tegenstanders Mohamed. Mohamed heeft al een keer een 1-op-1 quizje gewonnen, dus die heeft het boek al. Maar ja, die heeft zoveel vrienden en familie, noem maar op, dus die kan het boek zo weggeven. En de derde opponent is Karim uit Den Bosch. En dat is ook iemand die heel veel weet. Dus ik zou zo 1, 2, 3 niet kunnen zeggen wie er gaat winnen. Wat ik wel kan zeggen is dat je moet abonneren. Ik heb het een paar keer met dreigementen gedaan. Dat werkt niet helemaal. Dus ik zeg het nu op een beetje zachtige manier. Nou, misschien zit er een chantabel iets in. Ik wil voordat de quiz, deze quiz afgelopen is, wil ik minimaal, laten we zeggen, 150 abonnees. We zitten nu op uit mijn hoofd 114. Gisteren althans. Ik ga even kijken hoeveel we nu zitten. Maar ik wil de 150 aantikken. Dat vind ik wel een mooi getal. En van daaruit kunnen we weer verder opbouwen. Even kijken hoor. We hebben er. Kanaal. 116. Oké, 116. Dat is mooi. Dus nog 34. En dan zitten we op 150. Dan ben ik voorlopig weer even blij. Dus blijf abonneren. Blijf duimpjes omhoog. Blijf reageren. Maar ik kan me voorstellen dat je hebt je al geabonneerd. Maar ik neem aan, je hebt een oom, je hebt een neef, je hebt een tante, je hebt een vriend, je hebt een vriendin, je hebt een collega. Dus doe ook wat meer moeite dat andere mensen dat ook doen. Ik bedoel, het is niet alleen voor mij, het is voor iedereen. Ik ga kijken of de jongens er zijn. Ze zijn er, dus we kunnen eigenlijk meteen beginnen. Even kijken, dan gaan we ze toevoegen. Ja, ja, daar zijn ze dan. Hallo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wacht even, het geluid. Het kan zijn dat ik mijn geluid uit heb staan. Dat dacht ik al. Ik ga even naar mijn geluid en ik moet even snel een ruggetje erin doen. Assalamu alaikum heren, ik hoor jullie net niet. Wacht even hoor. Ja. Wij horen jou ook hoor. Oké, ik hoor jullie niet. Ik had mijn geluid uitstaan. Oh, oké. Okay. Ja, we kunnen zo meteen beginnen, zodra Mohamed gaat zitten. Yes. Abdi, zou jij je telefoon kunnen draaien? Yes. Top, super. Horen jullie mij goed? Ja, ik hoor je goed, ja. Super. Alle regels die ik heb doorgestuurd zijn duidelijk? Yes. We hebben, volgens mij, ik weet niet of ik er toe heb gevoegd, dus de nieuwe regel, dus een fout antwoord, dan mag de ander nog steeds het goede antwoord geven. Dat is voornamelijk wat veranderd is. Gaan we meteen beginnen, jongens. Bij alle vragen of alleen die laatste, met de opbiedvraag? Bij alle vragen. Dus stel voor bij het paspoort, jij geeft een fout antwoord, dan verdeel ik de punten, maar dan gaan we gewoon door. Dus ik wil uiteindelijk altijd een goed antwoord hebben. Dus als iemand een fout antwoord geeft, fout. Zeg je, en je weet het antwoord, dan mag de ander dus gewoon zijn naam zeggen. Degene die fout antwoord heeft gegeven, is klaar. Yes? Yes. Yes. Succes, jongens.
Oké. Het gaat erom dat je in de A-selectie hebt gezeten. De paspoorten. En over A-selectie, dat geldt voor alle vragen in principe. Dus je kijkt niet of iemand heeft gespeeld of niet heeft gespeeld. Heb je in de selectie gezeten, dan heb je bij die club gespeeld. Oké. Mm-hmm. Ik hoor een telefoon. Ja, ik zet hem even uit, John. Ja. Van welke speler is het paspoort voor 5 punten? Go Ahead Eagles. Voor 4 punten, Excelsior. Voor 3 punten, Vitesse. Voor 2 punten, NAC. Abdou. Tigaduini. Fout. Ik ga door voor de andere. Voor 1 punt, Sparta. Mohamed. Karami? Is goed. Ja, bij die andere wilde ik hem al zeggen, maar ik denk er nog even wachten. Abdou, ik snap waarom je aan Tigaduini denkt. Die ging ook van Vitesse naar NAC. Dus, maar die speelde inderdaad. Oké, verder de volgende. Voor 5 punten, Fortuna Sittard. Voor 4 punten, Fulham. Voor 4 punten, HJK Helsinki. Voor 3 punten, Fortuna Sittard. Voor 2 punten, Ajax. Voor 2 punten, PAOK Saloniki. Geen idee. Voor 1 punt, FC Groningen. Oh, wacht. Mohamed. Mohamed. Nee, sorry. Ja, je moet de naam zeggen. Hoese. Is goed. Hoese trok je terug. Ik zat even terug te denken. Welke clubs heb je allemaal opgenoemd? Maar ik dacht, op een gegeven moment dacht ik, nee, toch niet goed. Dennis is dus goed geweest. En hij speelt nu bij San Jose Earthquakes. Op jonge leeftijd naar voren gegaan. Oké, de volgende. Voor 5 punten, Codem McNes. Mijn schat. Voor 4 punten, El Ittihad. Abdou. Abdel Hadda. Juist. Ja, maar ik... Ook jouw stad doe ik Abdou, hè, McNes. McNes, die McNes. Ja. 4 punten. Hij is daarna Club Afrikaan, Sporting Gijón, Yokohama, Marinos, Club Afrikaan, Marin Fest en geëindigd bij Codem McNes. Hij heeft een nierziekte had hij uiteindelijk misschien. Ik weet niet hoe het met hem is afgelopen. Hij was wel ziek, hoor, een poosje geleden. Heel ziek geweest, ja. Ja, klopt. Heb ik ook gehoord, ja. Nou, lees even. Oké, paspoorten zitten erop. Even tussenstandje. Aan de leiding. Je ziet het met 1 vraag. Abdou, 4 punten. Mohamed, 3 punten. Karim, 1 punt. Kan er alle kanten nog op. Dat hebben we gisteren gezien. Dat hebben we eergisteren ook gezien. Dat gaan we waarschijnlijk vandaag ook weer zien. Oké, jongens. Voor 2 punten. Bij welke club speelt Adrian Regatin? Op dit moment. Ja. 3, 2, 1. Tijd voorbij. Voor 1 punt. Dus een meerkeuzevraag. Is dat A, Toulouse? Is dat B, Samsunspor? Is dat C, FC Cincinnati? Is dat D, Hagisaspor? Akisaspor. Akisa, hè? Abdou. Ja. Abdou. Ik gok Toulouse. Dat is fout. De andere mogen we nog een gokje wagen. Ja, ik moet wel iets doen, hè?
3, 2, 1. Tijd is om. Wat had je gegokt, Kerim? Die Turkse club, Samsun Spor. Samsun Spor. Daar heeft hij gezeten als laatste. Nu zit hij bij FC Cincinnati. Dus zijn trainer gaat worden Jaap Stam. En Said Bakati als assistent. Ja. Oké, de volgende. Voor 2 punten. Bij welke club heeft Said Bakati zijn carrière beëindigd? Bakati. 3, 2, 1. Stop de tijd. Nee. Voor 1 punt. Is dat A? PEC Zwolle. B? Emme. Mohammed. Emmen. Is goed. De volgende. Bij welke Schotse club heeft Hichem Zerwali Lerhamo gespeeld? Abdul. Dat was bij... Ja, nee. Celtic. Fout. Mohammed, wil je ook nog een naam zeggen? Ja, Hibernian, als ik het goed uitspreek. Maar ik... Fout. Fout? Helaas. Ja. Kerim, durf jij nog een gokje te maken voor 2 punten? Als je fout hebt, gaat ja, die punten gaan niet... Die gaan weg. Wel naar... Ja. Motherwell. Dat is fout. Ik zat twijfel. We staan weer gelijk aan punten. Dan voor één punt. Is het A, Aberdeen? B, Hearts? Abdo? Aberdeen. Is goed. Jongen, ja, dat is twijfel. Ja, zonde. Dat is die twee te twijfelen, Aberdeen of Motherwell. Ja, ik zat ook op Hearts met Lothian, dacht ik ook nog, maar nee. Inderdaad, Aberdeen. Ook lange tijd geleden misschien daar. Ja, dat klopt. Triest verhaal. Ja. Volgens mij deed hij nog meer op het WK 2005 onder 20 hier in Nederland. Ja, was hij volgens mij wel. Volgens mij was hij er aanwezig. Hij heeft een keer ook een keer heel mooi doelpunt gemaakt, ook, maar het is allemaal te lang geleden, joh. Ja, klopt. Hij is volgens mij van een generatie Alamadi nog. Oké, jongens, de volgende. Even kijken, we beginnen bij Kerim. En dan gaan we met de klok mee, dus dan moment dan dus om en om vraag. Bij welke club heeft Hichem Faik gespeeld, Kerim? Wie? Bij welke clubs heeft Hichem Faik gespeeld? 1 club noemen. Moet ik zeggen hoeveel? Nee, om en om is het. Dus 1 club. Om en om. 3. Daar is jongen, die naam. 2. 1. Cambuur? Is fout. Moment, jij. Hichem Faik. Almere City. Is goed. Abdo. Ik heb nog onbekende clubs. Drie. Telstar. Sorry? Telstar. Fout. Kerim. Oh ja. 5. 3. 2. FC Den Bosch. Is fout. Mohammed. Excelsior. Is goed. 5. Abdo past, Kerim? Nee, pas. Past, Mohammed? Heerenveen. Ja, tuurlijk. Speelt hij nu, is hij aanvoerder zelfs. Ja, daarom. Helemaal. Ga je door? Nou, dan moet er nog een club uit België zijn. Zulte Waregem, volgens mij. Goed. Ga je door?
Nee, dat was hem. En hij heeft ook bij Rode JC gespeeld. Ja, tuurlijk. We waren gebleven... we zijn nu bij Abdo. Bij welke clubs heeft Gerrit Fouhemi gespeeld? Gerrit Fouhemi bij Farah Rabat. Dat is fout. Kerim? Gokje. 3. Raja. Raja is goed. Zware gok. Mohammed? Ja, ik pas. Ik pas. Abdou? Ja. Ja, man. Jeetje. Louis Dead. Sorry? Louis Dead. Louis Dead is goed. Karim? Nee. Pas. Past. Abdou? Nee, ik... Past ook. Okay. Heeft hij nog voor Esperance gespeeld, of niet? Nee. Hij heeft, is begonnen bij Wydad, Tanja, Marfes, Dynamo Boekarest, Beveren, Standard Luik, Academica, Spartak Alania, dat is in Rusland, Vizetois, dat is in België, Portimonese, Nenze, Raja en Fusserbad. Heeft hij gespeeld? De ja, Petr inderdaad. Ja, man. Petr inderdaad. Dus, ja. Was een ronde waar je veel punten had kunnen pakken. Ja. De volgende. Kijk, wie als... Abdoujas als laatste, hè? Dus dan is Kenny weer aan de beurt. Bij welke clubs heeft Adil Ramzi gespeeld? PSV. Is goed. Mohamed. Roda. Is goed. Abdou. AZ. Is goed. Karim. Willem 2. Is goed. Shit. Mohamed. Vier seconden. 2. El Wakra is goed. Abdou? Ook Marrakesh. Marrakesh is goed. Kerim? Ja, die wou ik zeggen. Ja. Maar dan weet ik het niet meer. 3, 2, nee. Past. Ja. Ahmed? Drie. Is. Twee. Ja, pas. Pas. Een Abdou. Rode JC volgens mij. Die is al gezegd. Was het al gezegd? Ja. Er zijn 6 ploegen. 3 seconden. Pas. Past. Cool. Oké. Okay. Udinese. Cordoba. Ja. FC Twente. Ja. FC Utrecht. En Om Salal. Oké, jongens, we zijn aangekomen bij de laatste vraag. Even tussenstandje. Het is allemaal nog te overzien. Mohamed leidt met 13,5. Abdou met 11. Kerry met 7,5. Dus begin te rekenen in je hoofd wat je nodig hebt. Hoeveel je kan gaan met bluffen, met tactisch spelen. Rekenmachine. Heel verstandig. Oké, jongens. Er zijn 24 punten te verdienen nu. Zo. We beginnen bij Kerry met opbieden. Ik wil de meeste assists, de meeste Marokkaanse assists, minimaal 3 per seizoen van de laatste 3 jaar, de laatste 3 seizoenen. Dus ik heb een selectie gemaakt, 24 Marokkanen, de laatste 3 seizoenen, meeste assists. Minimaal 3 in een seizoen.
Wereldwijd. Nee, alleen in Eredivisie. Nederland alleen. Alleen in Eredivisie, goeie vraag. Kerim, hoeveel kun jij erop noemen? De meeste assist? Ja, dus er is dit seizoen top 100 assist. 1 staat Jantje, 2 staat Pietje. Ik heb allemaal zijn. Ik heb een top 24 gemaakt van de afgelopen 3 seizoenen. Ja. Maar het gaat alleen puur om Marokkaanse spelers, hè? Juist. Ik wil alle Marokkaanse namen horen. Ik begin bij jou, Kerim. Hoeveel? Vier. Mohamed. 1,5 minuut, hè? Vijf. Abdul. Lastige vraag heb jij toch gemaakt, Noordin? En, om hem alleen te begrijpen is het al... En 3 fouten is een minpunt. Dus je kan niet oneindig namen noemen. 3 foute namen die je noemt, is 1 minpunt. Ja, 6. 6. Kerim. 7, ik moet. Ja, je moet. 7. Mohamed. Van de laatste 3 of 4 seizoenen, zeg je? Nee, 3. De laatste 3 seizoenen. Ja. Ik pas. Mohamed past. Ik ga naar Abdul. Ik pas ook. Oké, Kerry mag voor 7. Spannend. Als ik ja zeg, dan beginnen we. Succes. 3, 2, 1, ja. Ziyech. Is goed. Awassar. Is goed. Weet die van AZ ook alweer linksbuiten. Ik raak nu al de klas. Minuutje. Oh, dat gaat wel hard. Maher. Maher is goed. Nog 4. Labiat. Labiat is goed. Nog 3. 40 seconden. El Ghayati is goed. Fijk is goed. Nog 1, nog 20 seconden. Tigadwini. Is fout. Nog 10 seconden. Mazraoui. Is fout. 5 seconden. 3, 2, 1. Ayoub is goed. 7. Ik kom gewoon niet meer op die naam, hè. Al die spelers. Dat was allemaal kwijt. Wauw. Oh. Oh. Was hij binnen de tijd of buiten de tijd? Hij was binnen de tijd. Sam, broer. Ik maak maar grappig. Dankjewel. Even de administratie nawerken. 7 punten. Kom uit je tenen, Kerim. 1, 2, echt uit je tenen. 4, 5, 6, 7. Dat betekent een eindstand, jongens. Op nummer 3, Abdou. 11 punten. Op nummer 2, Mohamed met 13,5. En een winnaar vanavond. Kerim met zijn eindspel. 14,5, Kerim. Allemaal goed. Heel goed gespeeld, die laatste ronde. Dat was echt een gestolen overwinning, moet ik eerlijk zeggen. Blessure tijd, Duitser. Dat was echt gestolen. Hij kwam met je tenen, hè? Die waren wel laat. Laat ik het zo zeggen, als Marokko ooit de Afrika Cup of 2K wint op deze manier, dan teken ik daarvoor bij voor. Ja, sowieso. Jongens, de namen die je nog had kunnen noemen, want zoals ik al zei, 24 namen had ik geselecteerd. In AZ kwam ik gewoon niet op, joh, die linksbuiten. En dan blijf je erin hangen, hè? Je moet meteen, en dat deed je op het laatst wel goed, meteen overstappen.
Munir Alushi, Awasaraj, je zit Asaidi, Alamadi, Ismail Azawi, Ayub, Dari, Faik, Hankouri, Haroui, Idrisi, Ihataren, Jibli, Khayati, Labiat, Maher, Mokhtar, El Masoudi, Mahi, Masoud, Namli, Reihi, Tanana, Ziyech. Of als ik naar jou kijk, ik denk dat je makkelijk minimaal 8 had kunnen hebben, toch? Jawel, zeker wel. Maar weet je, van wat je zegt, je mag 3 fouten hebben en dan ja. En ik denk, ik dacht, Karim bluft een beetje, dus laat het maar. Ik wil het wel zien. En ja, alhamdulillah, hij heeft het goed gedaan. Ja, we moeten weer afscheid nemen van jou, terwijl ik weet dat je een hele sterke tegenstander bent. Maakt niet uit, joh. Maakt niet. Het is maar net, weet je, kijk, het is net met die vragen zoals Spike en zo, weet je, dat, ja, dat zijn dingen waar ik net niet in onderlegd ben. Ik had net een beetje meer gehoopt op die Muntag gaan vragen, maar helaas. Ja, wie weet de volgende keer. Mohamed, jou zien we terug in Herkansingen. Dat had je niet verwacht volgens mij. Jij dacht, want je paste redelijk snel. Jij dacht, laat hun het maar uitvechten. Ik ben al nummer 1. Dat dacht ik wel, ja. Eerlijk gezegd. Ik dacht, misschien bluft hij wel. Want hij moest wel. Dus ik dacht van, laat hem maar gaan. Ja. We hebben ook vaak genoeg gezien dat bij deze opbiedvragen, dat die punten de andere kant op gaan. Dus. Ja. Nou, schaap broer. Goed gedaan. Het is wel echt gestolen overwinning. Ik wilde een score, maar dan had ik jullie punten geven. Het is je gegund, maar klaar. Zeker. Mooi potje, goed potje. Shukran allemaal en tot de volgende keer. Shukran ordina. Jullie ook bedankt, hè. Assalamu alaikum. Slema alaouna. Slema treri. Daalkom. Slema. Tja, je ziet het, hè. Het ene moment sta je laatste. 7 punten. Dan krijg je die laatste opbiedvraag en dan ga je door. En dan win je ook. Dat heeft hij goed gedaan, eerlijk is eerlijk. Dat heeft hij heel sterk gedaan. Ja, wat kan ik nog meer zeggen? Ja, we zien Mohamed terug in de herkansingen. Dus goede tegenstander. Abdu ook een hele goede tegenstander. Het waren 3 tegenstanders die aan elkaar gewaagd waren. Ja, je moet net geluk hebben, wat Abdu ook zei. Ja, had hij iets meer Marokkaanse vragen gekregen, dan had hij misschien meer punten kunnen pakken. Ik denk voor hem, ja, als je net weet, de clubs die in het buitenland, pak je toch iets meer punten. Maar ja, het zij zo, jongens. Het zit er bijna op. We hebben nu een paar dagen even geen partijen. Zondag, ik heb daar al... want zondag is echt... je hebt soms lotings en dan pool, noem je dan pool des doods. Dan zit AC Milan... of in de play-offs, knock-out, AC Milan, hoor mij, City tegen Barcelona, of Real Madrid tegen Liverpool. Ja, dat zijn meteen topwedstrijden die eigenlijk het liefst, ik dan persoonlijk, het liefst later wil. Ik wil het liefst altijd vanaf de kwartfinale de toppers tegen elkaar. Maar soms is het voor de charme ook heel leuk juist om die toppers in de achtfinale al te hebben. Omdat je dan, je kan je niet verschuilen. Kijk, in die poolfase kun je verschuilen, je hebt met een B-team spelen. Dan komt het allemaal wel goed. Maar vanaf die knockouts, ja, dan moet je meteen vol gas. Dat hebben we nu ook eigenlijk. Ik pak even die flyer erbij. Want dit was wel een wedstrijd die dat wel verdient, vind ik. Gemaakt door Stedig. Nogmaals complimenten voor Stedig. Je ziet hier Nordin Bukhari, je ziet hier Youssef, je ziet hier Foaz en je ziet hier Rashid. Ja, 4 toppers. Die het niet hebben getroffen met de loting. Maar ja, dat heb je niet in de hand. Zolang Blatter afwezig is, gaat het zoals het gaat. En dat is op de eerlijke manier. In verband met corona, hij kan ook niet... Ik heb het geprobeerd, hè, maar hij kan echt niet... het lukt hem niet om naar Nederland te komen in ieder geval. Dus zolang dat niet lukt, doen we het op de eerlijke manier. Zondag, live. Dus live, om 1:00. Dus er wordt niks geknipt of zo. Ik knip vaak in deze video's. Ik bedoel, want jullie krijgen niet alles mee, maar er wordt af en toe dingen gegooid en er wordt gevloekt. En volgens mij is ook al een laptop de lucht ingegaan, 2 telefoons zijn al kapot. Maar ik knip dat allemaal weg, want ik wil ook dat kinderen naar deze video's kijken en dat kinderen ook zoiets hebben van, het is maar een spelletje en het is leuk. Maar tussen ons, tussen de volwassenen onder elkaar, we weten precies hoe dat gaat. Nu ook, ik kan je nu per definitie zeggen dat Mohamed is een stoel aan het opvreten. En Abdu, die is... die is naar zijn buurman, die toch helemaal niet mag, even langs gegaan. Dus je weet hoe dat gaat. Maar jongens, zondag 1:00.
Rest mij nog te zeggen, vergeet niet te abonneren. Duimpjes omhoog, reageer ook op deze video als je wat vindt. Weet ik veel, vond je de vraag te makkelijk of te moeilijk? Of vond je speler A dit doen of speler B dat doen? Maar ik zou proberen even gewoon een leuke reactie achter te laten. Dat vindt iedereen heel leuk. Dit betekent duimpjes omhoog. Dan ben ik bijna klaar. Ik kreeg trouwens gisteren nog even een belletje. Want Ahmed Villa heeft een broer. Rashid Villa. En die is gespecialiseerd in kersen. Hij heeft geen Facebook, zei hij. Als je hem wilt benaderen, moet je mij even een mailtje sturen. Heerlijke kersen. Een beetje zuur. Maar wel gezond. Oh, lekker. Jongens, meisjes, dames, heren. Salam alaikum. Nee, nou geen grapjes. Gewoon meteen weggaan. Yalla.